Het is vandaag zondag 5 maart 2020 en ja, er gebeurt weer van alles hier. We hebben een mooie dienst al achter de rug, maar willen u ook niet de preek onthouden. De afgelopen 4 weken zijn we bezig geweest met een vijfvoudige bediening. We zijn begonnen met de apostel, toen naar de profeet, toen naar de evangelist, toen naar de herder en dan blijft de leraar over. De leraar is een bijzondere bediening in Gods woord. En ik wil jullie heel graag meenemen naar de tekst Hebreeën 5 vanaf vers 11. En ik heb vaker deze tekst uitgelegd, maar ik ga hem opnieuw uitleggen aan de mensen die thuis zitten, maar ook de mensen hier, dat jullie doordrongen zijn van het feit waarom de Heer Jezus dit heeft aangesteld. En misschien denken jullie thuis, hey, ik hoor wat mensen op de achtergrond. Ja, dat klopt. We zijn hier in een gemeente en er zijn kinderen. Maar de kinderen, de Heer Jezus had er ook geen moeite mee. De Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. De kinderen zijn nog lekker ongedwongen. En zo wil God ook dat wij zijn. Maar we gaan de tekst lezen. Hebreeën 5, vanaf vers 11. En daarboven staat waarschuwing tegen verachtering. Dat staat in de NBG erboven. Hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Daar stop ik even. Op dit moment zijn heel veel mensen traag geworden om de woorden die God tot ons spreekt te begrijpen. Vanmorgen voor de dienst, voor de preek, vertelde ik dat wij ook als de Heer Jezus mogen zijn. Als die barmhartige Samaritaan. Maar dat het heel vaak niet gebeurt. Maar dat is wel wat de Heer Jezus van ons wil. We zijn traag geworden, we zijn lui geworden. Dan gaan we verder. Want hoewel gij, en het woordje gij betekent jij en ik. Hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Maar wat staat hier dan? Hij zegt, de Heer Jezus zegt, gezien de tijd behoor jij en ik leraar te zijn. Nou, als je wordt geboren, wedergeboren, door de Heilige Geest, door de Heer Jezus Christus. En dan word je baby en op een gegeven moment wordt het tijd dat je naar volwassenheid groeit. Nou, een baby als hier op de aarde wordt geboren, na 4 jaar is zo'n kindje klaar om naar school te gaan. Daarvoor gaan ze al naar de crèche, meestal op 2-jarige leeftijd. En dan leren ze al met elkaar delen. Heel belangrijk. Dan leren ze al met elkaar delen. Er gebeurde even wat. En ze leren de eerste beginselen van, we gaan straks letters maken waar woorden uitkomen. En dan word je 4. En dan mag je nog meer spelen. Ga je puzzelen, ga je kleuren leren. En dan ga je ook letters leren om te schrijven en te spreken. En ook om brieven te schrijven. Maar ook om dit woord van God te gaan bestuderen. Maar je hebt leraars voor de basisschool, voor de kleuterschool, voor de crèche, voor de kleuterschool, voor de basisschool. Maar dan ook voor de voortgezet onderwijs en dan voor de universiteit. Hier staat, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraarspoort te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Een leraar moet jou leren in Gods koninkrijk, wat die melk is. Nou, op zondagschool krijg je hele mooie verhalen van God uit de Bijbel. Prachtig. Maar je moet het toepassen op jouw leven. Je moet klaargestoomd worden om Gods woord uit te leggen zoals God bedoeld heeft. Maar dan weet je eigenlijk nog niks. Er staat, je hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Maar wat is die melk dan? En wat is die vaste spijs dan? Nou, dat staat eronder. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Dus als jouw voorganger, gemeente, een dominee, oudste, jou niet iets kan uitleggen als in melk wat het melk is, dan heb je geen weet van de rechte prediking.
dan sorry, dan ben jij niet toegerust om het evangelie te vertellen, de blijde boodschap. Maar nou weet ik nog niks. Ik vertel heel veel, maar ik weet nog steeds niet wat die melk is. Een leraar behoort jou dat te vertellen, gaan we verder. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dus je moet eerst de melk hebben en daarna vaste spijs. Nou weet ik nog steeds niet wat die vaste spijs is. Die leraar moet dat vertellen. Ik ga het echt zo vertellen, hoor, jongens. Maar ik geef je even aan dat je wakker wordt. Eerst de melk. Een baby krijgt eerst melk, daarna een fruithapje. En dan pas vaste spijs. Dan vertelt de Heer Jezus verder. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Dus nu denk je, oh, wij moeten het laten rusten. Nee, wacht even. Jij moet eerst weten wat het is. En dan moet je naar de volwassenheid gaan. En de Heer Jezus legt even haarfijn uit. Wat die melk is, komt ie. Het fundament is dit. Staat gewoon het woord van God hoor. Hebreeën 6, vanaf vers 2. Vanaf vers 1 moet ik goed zeggen. Dus het onderwijs is dit. Opnieuw het fundament te leggen van 1. Bekering van dode werken. Maar wat zijn dode werken eigenlijk? Ik ga het heel kort uitleggen. Als je tijd hebt, kom in je dinsdag, ga ik ze diep uitleggen. Dode werken is alles wat je doet wat niet van God is. Sorry, je wordt er moe van, je wordt er uitgeblust van. Je doet allemaal dingen die God niet van jou gevraagd heeft. Je doet een functie, een bediening, die niet van de Heer Jezus is. Verder ga ik het in zo verder. Dan. En van geloof in God. Welk geloof? Nou, dat je vol vertrouwend geloof hebt. Belief en faith. Dat je twee benen in het geloof hebt. Relatiekant en samenwerkingskant. Maar hoe pas je dat dan toe? Ga ik verder dit eens uitleggen. Maar dat is een leraar. Die moet je dit kunnen uitleggen. Maar ik vertel nu een korte preek. En op internet kun je heel veel van dit soort dingen vinden. Maar we gaan verder. Dan, van een leer van dopen. Stop. Hoeveel dopers zijn er? Welke doper wordt er bedoeld? Er zijn 8/9 dopen in het woord van God. Waarom zeg ik dat? Vorige keer ook gezegd. We hebben de 8 dopen. De doop, heel kort zal ik een paar opnoemen. De doop in Mozes. Huh, nog nooit van gehoord. Zoek maar eens op. De doop van de Heer Jezus. Maar ook voor de doop van Johannes. De doop van Johannes is nummer 2. De doop van de Heer Jezus is nummer 3. Dan de doop van de wedergeboorte in Christus. Je hebt een aantal dopen. De doop in zijn dood. De doop in zijn opstanding. De doop met de Heilige Geest. De doop in vuur. Lieve mensen, ik ga ze nou niet opnemen. Maar, ik heb er een paar opgenoemd. Al heel veel trouwens. Maar als leraar moet je weten hoeveel dopen zijn. En wat ermee bedoeld wordt. En waar het staat. Als een leraar moet je dat doen. Dat is melk, jongens. Want we worden heen en weer geslingerd, zul je daar zien. Dan. En van oplegging der handen. In 2 Timotheus staat dat. Zoek maar eens op internet. Ik kan je alles wel op een presenteerblaadje geven, maar ga eens zoeken. Dat je niet zomaar iemand de handen moet opleggen. Weet je waarom niet? Want als een ander een zonde heeft, kan jij daarmee besmet raken. We doen het zo vaak. Oh, ik bid wel even voor je. En dan legt iemand de hand op. En daarna denk je, voel me toch niet zo lekker. Dat komt misschien omdat de ander een zonde heeft. Maar het kan ook andersom. Als ik zomaar voor iemand bid, kan ik zomaar iemand voor de zonde van die persoon in mij komen. Niet zomaar iemand de handen opleggen. Er staat 8 keer in het Oude Testament en 8 keer in het Nieuwe Testament hoe God dat wil. Een leraar moet je dat kunnen vertellen. Een leraar, jongens. Te pas en te onpas worden de handen opgelegd. En mensen hebben last van demonen en andere dingen. Dat moet je niet willen, jongens. Dat moet je niet willen. Dan, van opstanding der doden. Wat bedoelt God daarmee? Dat bedoelt God mee dat strakjes komt een witte troon. En de mensen die dan dood zijn, geestelijk en lichamelijk, komen voor de witte troon. En er zit nog veel meer in. Dinsdag, als je tijd hebt, kom langs tussen 2:30 en 4:30. Het is nu vandaag 1 maart, dus 2 of 3 maart is het dinsdag. Kom dan langs. Gaan we het dieper uitleggen. Dan, en van een eeuwig oordeel. Wat bedoelt God daarmee? God bedoelt daarmee, oordeelt God als je fouten hebt gemaakt. Wat voor erfenis krijg ik? Heeft er allemaal mee te maken.
Lieve mensen, we weten nog veel te weinig. En dit is melk in het geloof. Heb je deze melk niet, heb je dat fundament niet, ga je ook de vaste spijs niet snappen. Maar kun je ook geen leraar zijn. Kun je ook niet op het podium staan. Als je deze melk niet kan snappen en uitleggen, kun je het niet vertellen. Weet je wat ook een leraar is? De bediening van verzoening. De bediening van verzoening betekent dat jij weet hoe jij naar God de Vader komt door de Heer Jezus Christus. Maar ook, wat in Johannes 1 staat, dat je wederom geboren moet zijn, anders zou je het koninkrijk van God niet zien, maar ook niet, kun je het ook niet binnengaan. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met deze tekst. Johannes 3, sorry, ik zei het verkeerd. Kijk, wordt meteen gecorrigeerd. Alleen maar goed. Want een team om me heen staat hier. Hier in deze gemeente is een apostel, een profeet. En op dit moment zijn de profeet wat. En je corrigeerde mij. Dank je wel, profeet. Daar ben ik blij mee. En jij, die nou zit te kijken, wil jij ook wel eens gecorrigeerd worden? Nee? Dat is niet goed. Misschien denk je dat ik nooit gecorrigeerd wil worden. Jawel, want dat is als net levensbewijs. Daar ben ik blij mee. Daar ben ik dankbaar mee. Maar wel als het vanuit het woord van God gedaan wordt. Gaan we nog even verder lezen. 3. En dat zullen wij doen indien God het vergunt. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest. En het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. En daarna afgevallen zijn. Oei. Weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot de bespotting maken. Want de grond die de regen, welke er telkens op valt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en disselen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Wat betekent dat? Dat ga ik uitleggen als laatste. Lieve mensen, we hebben net gelezen het fundament waar het op staat. Het eeuwige oordeel. We hebben zo vaak het vingertje. Wijzen we naar een ander. Maar kijk eerst eens naar die balk in je eigen ogen. Voordat je de splinter bij een ander eruit haalt. Lieve mensen. Er wordt zo vaak geoordeeld. Maar er is er maar één die dat mag. God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest en niemand anders. In Korinthe 6 staat dat wij zelfs de heiligen, de engelen mogen beoordelen. Maar ook de wereld. Maar niet nu, strakjes, als we met hem regeren. Wat betekent nog meer het laatste stuk? Nou, als jij maar doornen en disselen draagt. Als jij maar blijft wijzen. Als jij maar blijft de mensen afvallen. Maar blijft in het verleden. Dan ben je ondeugelijk. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer Jezus. En dan zegt hij. En niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Weet je wel, lieve mensen, dat het vuur van God over ons heen komt. En al het hout, al het stro wordt weggebrand. Hij loutert je. En wat blijft er dan nog over? Want het koninkrijk is niet voor de persoon die maar doornen en disselen en modder blijft gooien en stenen. Sorry. Dat is geen liefde. Liefde is onvoorwaardelijk liefde zoals God de Vader deed. Die liefde. En een leraar hoort je dat te vertellen. Een leraar hoort je te vertellen wat het woord van God inhoudt. Op een eenvoudige wijze. Want hij wil dat jij verder gaat met je leven. Dat wij verder gaan met ons leven. En dat leraarschap is zo ongelooflijk belangrijk. Hij of zij, dat kan mannelijk of vrouwelijk zijn. Galaten 3 vers 26, lees erop na. Want als je in Christus bent, dan is er geen verschil tussen man en vrouw. Tussen een Griek of een Jood. Nee, in Christus zijn we allemaal één. En laten we stoppen met dat vingertje. En laten we in liefde verder gaan. En we zegenen jullie thuis en waar je bent. In Jezus' naam. Met de kracht van de Heilige Geest. Amen.